We zijn hier vandaag dus samen voor het Elsgrijner lezing in een hele bijzondere vorm. En dat gaat gewoon door. Ik wil ook even zeggen dat we natuurlijk als clubje die dat organiseert. Dat jij er nu bijna naast woont. Ik kijk erop uit. Aan de achterkant kijk ik. Je moet dus ook heel veel doen. Je moet ook heel veel bij de handen. Ja, maar ik woon nu in de Koerstraat. Dat is echt naast Huizen Lydia. En wat daar altijd werd uitgeladen, onder andere, dat waren rookworsten. Ja. Moffen zijn bekend om hun liefde voor allerlei soorten worst. En de man die dat allemaal naar de keukens moest brengen, die dreeg die worst met zijn touwtje, dreeg hij aan een stok over zijn schouder. En dan ging hij gang en nog een gang en hij trap af en naar de keuken. En dat had mijn vader gezien. En een van de dingen, als het niet lukte met die papieren, dan moest je dus onmiddellijk een onderduikplek hebben, want dan waren ze op het spoor. En dat regelde met name mijn vader. En die zei op een gegeven moment tegen mij, en ook later tegen Hanna, jullie moeten me helpen, ik heb eten nodig voor mijn onderduikers. Jullie moeten, nou, dan nam hij mij mee achter op de fiets en dan gingen we naar huis in Lydia. En dan werden we binnengelaten door een lof en dan zei mijn vader, en dan zei God het tegen mij gezegd, ja, ik zat inmiddels op de middelbare school, jij moet je schooltas meenemen en daar moet je één dun boekje in stoppen. Absoluut belangrijk, één dun boekje en ik zal je vertellen wat je moet doen. En dan zei hij tegen die wolf, dit is mijn dochter die huiswerk maken en had ontdekt dat precies waar die man een haakse bocht moest nemen, wat niet gaat met die stok, daar was een kamer met een deur met een loketje erin. En dan deed die man dat loketje open, stak hij de stok erdoor en dan kon hij de bocht maken. En dan zei mijn vader, terwijl ik zaken met jullie doe, mag mijn dochter misschien, daar stoort zich niemand die dat kamertje naar huis uitmaken. Ja, dat mocht. En dan zei hij tegen mij, gaat dat raampje open, dan komt die stok erin. En dan moet je dan een paar worsten afhalen. Niet te veel, want ze mogen het niet merken en niet te weinig. Want ik heb die nodig voor mijn onderduikers. En die stop je dan in je schooltas. Nou, dat deed ik. En dan kwamen ze terug. En we werden natuurlijk ook altijd uitgelaten, want ze waren als de dood dat we misschien door dat gebouw zouden gaan lopen om te kijken wat er allemaal gebeurde. Ik weet niet of ik zou het nooit bedacht hebben. Maar in ieder geval, nou, ik weet nog, ik ging, ach, lieve smietje. Want dan zat ik dus met dat boekje heel braaf huiswerk te leren. En dan dacht ik, je moest dus weten wat ik in mijn tas heb. En ik weet nog dat één keer zei ik, mogen wij niet één worst, want wij hadden ook honger, één worst meenemen, één worst voor ons allemaal samen. Mijn vader zei, nee, onderduikers hebben het veel harder nodig dan wij. Maar ik beloof je, na de oorlog krijg je rookworst van. Dat heb je ook gedaan. Even een andere kant op. Jouw vader kwam uit Nijmegen. Ja. Vertel eens iets over zijn gezin waar hij vandaan kwam. Nou, het was een hele andere familie. Mijn grootvader was een grootouders van Hulst waren straatarm. Maar grootouders van Hulst waren rijk. Mijn grootvader was een self-made man die de Fasto-fabrieken in Nijmegen heeft gesticht. En hartstikke rijk was en op zijn 48 of zo zichzelf heeft uitgekocht en met pensioen ging. Mijn grootmoeder was van adel, waarvan ik altijd heb gedacht dat het misschien wel waar was, maar ook weer niet vreselijk belangrijke adel, maar zij vond het wel heel belangrijk. En ze waren ook een beetje doordat wij zo tegenover die andere familie woonden en mijn moeder familiegek was en mijn vader ook familiegek was, maar van mijn moeders familie veel meer dan van zijn eigen familie, was dat een heel andere relatie. Toen kwam, mijn vader was de enige zoon, had twee zusters die nooit getrouwd zijn. En die was de stamhouder en die moest het voor deze toch rijke mensen die zichzelf noorden belangrijk vonden, moest hij het helemaal maken. Ging naar de universiteit in Delft en moest hij verplicht in dienst. En toen, hij,
mijn grootouders vonden dat hij minstens aan middeleeuwen dat generaal moest worden. En hij wou soldaat worden. Toen hebben ze een compromis gesloten en ze is sergeant geworden. Maar meer wilde ik absoluut niet. En toen kwam hij thuis met een Russisch-Joodse violiste. Ja, dat was verschrikkelijk. Nou, dat was echt verschrikkelijk. En mijn grootmoeder en mijn moeder, dat is ook nooit een goede relatie geworden. Want mijn grootmoeder accepteerde haar eigenlijk niet echt. En mijn moeder, die ook niet de makkelijkste was, die liet zich dat niet vertellen. Dus die deed heel lullig tegen mijn grootmoeder. Nou ja, ik weet niet, we hadden het daar niet zo heel erg mee. Het waren verder helemaal geen slechte mensen, maar te veel anders. Want ze woonden wel in Nijmegen, maar ze waren er niet, ze kwamen uit Friesland, ze waren niet katholiek. Nee, mijn grootvader kwam uit Friesland. Ja. Met jouw vader was ik ergens, die werd wel de lange, de blonde Fries genoemd. Die wat? Jouw vader werd aangeduid als de blonde, dat hij ook blond was, dat hij een Fries uiterlijk had. Jouw vader. Het was eigenlijk de blonde Fries. Dat ze over hebben. Fries uiterlijk had het. Nee, dat, ja, ik zeg wat ik gelezen heb, ik vraag aan jou of het klopt. Hij had vergeleken bij de andere kant van mijn familie een heel Hollands uiterlijk. Ja. Maar ja, hij was ook een Hollander, er was niks mis mee. Toen de oorlog uitbrak, wat gebeurde er toen? Wij hadden geen flauw idee wat dat betekende. Mijn zusjes en ik, hè. Ik weet niet, als ik vertel op school, dan zeg ik de kinderen van nu, die weten zo verschrikkelijk veel meer dan wij vroeger. Er was geen televisie, er was geen internet, ik denk dat ouders ook veel minder spraken met hun kinderen. Je had het niet over godsdienst, je had het niet over geld, het was wat het was. En ga jij maar knikkeren en hoepelen, het was anders. En wij woonden toch onder de rook van Schiphol en we werden midden in de nacht wakker. Omdat er allemaal Duitse vliegtuigen overvlogen die het vliegtuig op Schiphol onklaar wilden maken. En mijn vader was gemobiliseerd, die zat in Amersfoort in een gevorderde school. Met andere sergeanten en soldaten, weet ik wat. Om te oefenen, want die kerels hadden nooit een geweer vastgehouden, behalve in hun diensttijd. Maar er was daar niks gebeurd, dus die wisten helemaal niet wat ze mee moesten doen volgens mij. Dus die moesten daar oefenen. En mijn vader zat daar. Maar hij was ook nog commandant van de vrijwillige brandweer die Amstelveen toen had. Dus wij hadden telefoon, wat lang niet iedereen had toen. En hij belde op. En hij, mijn moeder kwam ons wekken en die zei, verschrikkelijk, oorlog, we gaan onder de trap zitten, want als er dan een bom valt, gebeurt er met ons niks, wat natuurlijk echt idioot is, want als er een bom op je huis valt, dan valt die ook op je trap, maar goed, er is niks gebeurd. En de volgende ochtend belde mijn vader en zei, kom naar Alkmaar, want ik wil jullie zien. En mijn moeder ging iedereen langs voor geld en we huurden een taxi, want er was helemaal geen vervoer, Nederland was in rep en roer. En wij kwamen daar aan. En mijn vader stond op het schoolplein en die zei, ik heb hiernaast een plek voor jullie geregeld waar jullie kunnen overnachten. En dat was een klooster. Nou, ik denk dat wij ooit een klooster, we wisten helemaal niet wat een klooster was en we hadden nog nooit een rode nonnen dan. We wisten helemaal niet wat een non was. Geen idee. We kwamen daar binnen en daar liepen dus al die vrouwen in lange zwarte jurken met en die hadden allemaal een kruisje hangen en raar hoedjes op, sluiers. En wij waren best behoorlijk opgevoed, dus wij zeiden, dag mevrouw. En die mevrouwen zeiden allemaal, nee, ik ben moeder Maria en ik ben moeder Augustina. En toen zeiden wij, oh wat leuk, waar zijn jullie kinderen? Dat was een hele verschrikkelijke missie. En ze werden heel kwaad en verder geef ik natuurlijk niet waarom ze kwaad werden. Rampen waren. En na 2 dagen kwam mijn vader en die zei, het is zover, we gaan naar de Gerdenberg. Want dat was dus het laatste stukje wat nog stand hield. En mijn vader had een groot rijbewijs, dus die moest een bus vol soldaten naar de Gerdenberg rijden. Mijn vader was heel lang, mijn moeder was heel klein. En hij stond op het schoolplein met zijn armen zo om mijn moeder en ons alle drie heen. En we waren allemaal aan het huilen, want hij ging absoluut dood, dat wisten we heel zeker. En toen kwam er een grote dienstauto aanrijden. En daar sprong een hoge militair met allemaal ridderorders uit.
En die nam mijn vader mee en begon te praten. Mijn vader rende naar de bus en haalde alle soldaten eruit. En hij kwam terug en zei, we gaan niet naar de Grebbeberg, want Nederland heeft gecapituleerd. En ik weet nog dat Hanna, Alexandra en ik op een gegeven moment tegen elkaar zeiden, echt iets voor die grote mensen. Maken een hoop kabalen niks. 5 dagen, het is alweer voorbij, waar hebben ze daar gekomen? Niet weten natuurlijk wat ons nog allemaal te wachten stond. We hadden geen flauw idee, echt geen flauw idee. En de allereerste periode was het eigenlijk niet zo verraars. Ik bedoel, jaren liepen soldaten te marcheren met een geweer over hun arm te kijken of we allemaal wel braaf waren. En je had de avondklok, wat nu iedereen weet. Zeg ik op school, ik zeg, jullie weten wat de avondklok is, wij hadden geen idee. Maar verder ging eigenlijk alles gewoon zijn gangetje. En toen had mijn zusje Hanna, dat is wel een leuk verhaal, die had een feestje op school. En dan mocht ieder kind mocht een huisdier meenemen. Nou ja, wat neem je dan mee? Een hond of een kat of een konijn, weet ik veel wat. Maar wij hadden schildpadden, heel veel schildpadden. En Hanna had een schildpad mee. En die bleek een ander meisje in de klas had ook een schildpad, Lortje. En Lortje had een grote, lichtgekleurde landschildpad en Hanna had een kleine, platte, moas schildpad, dus die lijken niks op elkaar. En toen zei Lortje tegen Hanna, ik heb net van mijn vader en moeder gehoord, er wonen hier in Amstelveen, wonen hier Joden. En dat zijn verschrikkelijke, slechte, afschuwelijke mensen die alles geld willen inpikken en die de baas over ons gaan spelen. En daar moet je niet mee omgaan. En Hanna zei, nou ik ben blij dat je me dat vertelt, maar als ik er niet mee om mag gaan, hoe moet ik ze dan herkennen? En Lortje zei, ja, dat weet ik ook niet zo precies, maar ik weet wel dat ze anders zijn dan wij. En toen zei ze ook nog, kijk nou eens naar onze schildpadden, die lijken ook niks op elkaar. En mijn schildpad is natuurlijk niet Joods, dus jij hebt een Joodse schildpad. En dat is ook al heel erg. En s'avonds zaten we aan tafel en begon Hanna ineens te huilen. En mijn vader zei, Hanna, wat is er? En toen zei Hanna, die zei, ik weet niet wat ik moet doen, want ik heb van Lortje geleerd, ik mag niet met Joden omgaan. En hoe moet dat nou, want Mirjam is Joods. En, maar ze is ook mijn zus. En wat moet ik nou doen? En mijn vader zei, waarom denk jij dat Mirjam Joods is? En toen zei Hanna, die zei, nou, Joden lijken niks op ons. En kijk nou eens naar ons allemaal. Mirjam is de enige met een brilletje. Ze is de enige die met de linkerhand zegt. En ze is de enige met krulletjes. Dus die is Joods. Daar wist hij helemaal niet wat Joods was. En toen zei mijn vader, die zei, ja, je moet er maar niet meer met Lortje over praten, want haar vader en moeder denken er kennelijk anders over. Maar jullie zijn allemaal Joods, en je moeder is Joods, en je oma, en je opa, en je ooms en je tantes, je neefje. Iedereen is Joods, behalve ik. En het maakt helemaal niks uit, want we zijn allemaal gewoon mensen. Als je dat nou maar goed onthoudt. Nou, toen wisten we dus ineens wat Joods er was. Dat hadden we nog nooit van gehoord. Zo. En zo, ik kan even het goede woord niet bedenken, maar zo simpel waren. Nou ja, maar toen moesten dus mensen die Joods waren, een ster gaan dragen. En mijn moeder droeg dus een ster. En wij mochten niet. En we waren heel erg jaloers. Zij wilden ook een ster. Die kregen we niet. En we wilden allemaal, we liepen ontzettend veel. Maar mijn moeder mocht natuurlijk niet met de openbaar vervoer meer. En wij gingen van Amstelveen naar de harmonie of 2 keer in de week heen en terug. En we waren 5, 7 en 9 toen de oorlog begon. Dus dat was nou best een flinke wandeling. En we, nou ja, dat, ik weet niet, je deed het gewoon, je vroeg niet eens. We deden het. En maar ja, ineens had mijn moeder dus geen ster meer, omdat ze ineens zogenaamd niet helemaal Joods was. En toen zeiden dus mijn ouders tegen elkaar, nou, dan kunnen wij ook wel onderduikers nemen. En de allereerste, dat was, je had passanten en je had blijvers. De passanten die kwamen bij jou en dan tot je een goede plek voor ze had gevonden. En de blijvers, die bleven bij jou. En de eerste was een passant, dat was een huisarts. En mijn moeder kwam ons wekken 's morgens en die zei, we hebben vannacht een logé gekregen. En wij doen alsof hij er niet is. Dat was niet handig van, want wij kwamen beneden en na 10 minuten zei mijn moeder, zo heb ik jullie toch niet opgevoed, we hebben een gast en jullie begroeten niet eens. En wij zeiden, maar we moesten dan doen alsof hij er niet was. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal wat ze bedoelden. En toen heeft ze ons uitgelegd, toen zei ze,
je mag er met niemand over spreken. En als ik zeg niemand, dan is dat niemand. Niet met de meester op school, of met de juf. Niet met de kinderen op school. Niet met de buren. Zelfs niet met de familie. Hoe minder mensen het weten, hoe beter. En dat jullie het weten, dat is een hele eer. En die moet je eerbiedigen. Want wij nemen jullie nu in vertrouwen. En ik denk nog altijd, het is echt een groot cadeau wat ze ons hebben gegeven. Waar ze natuurlijk ook uiteindelijk groot gelijk in hadden. Want als je niet weet dat je je bek moet houden, dan ga je juist vertellen. Want het zijn best wel spannende verhalen. Maar wij hebben toch alle drie, en er zijn genoeg gelegenheden geweest waarin we makkelijk hadden kunnen uit de school kunnen klappen. We hebben het geen van drie ooit gedaan. En toen moesten dus voor die onderduikers, moest eten komen, er moest een schuilplaats komen. En mijn vader was verschrikkelijk onhandig, maar hij kon prachtige schuilplaatsen bedenken. En hij had een paar mensen in de gemeente die zeiden, nou, als u ze nou bedenkt, en dan maken wij ze, want dat kunt u niet. Nee, dat zei hij, dat kan ik inderdaad niet. Dus daar zijn prachtige schuilplaatsen gemaakt. Onder andere natuurlijk op nummer 25 bij ons. En lang na de oorlog, ik geloof in de jaren 80, was mijn zusje Hanna, die in Jeruzalem woont, met een paar van haar kinderen in Amstelveen, in Nederland. En die ging kijken in Amstelveen van waar ze gewoond had. En toen stond ze dus voor nummer 25 te kijken. En toen kwam daar een meneer uit. En die zei, staat hier te kijken. En Hanna zei, ik heb hier gewoond in de oorlog. En die man zei, ja, ik woon hier helemaal niet, ik ben de overbuurman, maar zij zijn met vakantie en ik doe de plant en de post. Maar misschien vindt het leuk om even binnen te kijken. Dat vinden ze zeker goed. Nou, zeggen we, dat wil ik wel. En dan ga ik meteen kijken of de schuilplaats er nog is. En die man die begon te lachen en die zei, mevrouw, het is 1986, was het gewoon, 1986. Als daar de schuilplaats was, dan hadden we het echt wel geweten. Kom, het is zo lang na de oorlog. En Hanna loopt naar de zolder, trekt zo de geheime deur van de schuilplaats open. Die zat er dus nog. En later hebben we gehoord dat die man heeft het dus verteld tegen de bewoners. En die meneer vond het fantastisch, maar die mevrouw die vond dat eng. En toen die meneer naar zijn werk was, heeft ze iemand laten komen en heeft ze de schuilplaats laten afbreken. Oh. Het is eigenlijk heel jammer, want dat was een soort monument. Ja, ja, ja. Maar ja. Deze meneer weet wie dat heeft gedaan. Meneer Rummenigge. Die heeft het afgemaakt. Na jullie is Blees gekomen en na Blees is Rummenigge gekomen. Oké. En die hebben Maar het vijvertje waar de schildpadden in leefden, die, dat heeft nog heel lang in de achtertuin. Dat vijvertje is ook een verhaal, want mijn vader had, de mensen die dan de schuilplaatsen bouwden, die hadden voor een schuilplaats hadden ze bakstenen nodig. Maar ja, je kan niet zomaar, ik weet niet eens hoe een pond bakstenen is allemaal niet. Nou ja, je kon niet zomaar zoveel bakstenen. En toen zag mijn vader, en ik weet niet waarom het was, maar er was op de weg naar school, dus aan de zijkant van de dijk, lag een hele grote school bakstenen. En toen heeft hij ons gevraagd om iedere keer als we uit school naar huis gingen, één baksteen mee te nemen. En als er gevraagd werd waarom, dan moesten we zeggen omdat wij een zwembad voor onze schildpadden willen bouwen in de tuin. En dat hebben we ook gekregen, want hij heeft uiteindelijk van de laatste bakstenen een zwembadje voor de schildpad gebouwd. Maar de rest is gebruikt voor de schuilplaats. Ja, het was natuurlijk een rare, ik bedoel, weet je, soms, het was natuurlijk, waren ook wel grappige dingen en leuke dingen. En het is een beetje onzin om te doen, alsof het alleen maar verdriet en kommer en kwel was. Maar het was natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar verdriet en kommer en kwel. Dat weet ik ook heel goed. En er zijn verschrikkelijk veel mensen om helemaal niks vermoord. En mensen doodgegaan van de honger. Het was natuurlijk eigenlijk gewoon verschrikkelijk. En het rare is, en dat is eigenlijk, als ik dat op school vertel, dan zeg ik ook altijd tegen die kinderen, moet je horen. We dachten allemaal van, nu wordt het goed, nu wordt het mooi, nu is het over.
En dat is natuurlijk helemaal niet waar, want in de hele wereld is de rotzooi van je welste en ze maken elkaar om niks af. En dat zeg ik wel eens tegen die kinderen, zeg ik, dat, jullie kunnen dat niet veranderen en ik kan dat ook niet veranderen, maar je kan wel proberen om in het klein een beetje aardig met elkaar om te gaan en naar elkaar te luisteren en het leuk te vinden dat niet iedereen precies hetzelfde zegt en denkt en eet en viert. En dat, als je op school vertelt, ben je onmiddellijk juf, dus dan zeggen ze al, ja juf, we hebben zo'n dispeerkwartier, dat gaan we heel aardig doen. Nou ja. Ik heb even gelegen met de familie Pressers. Jullie woont dus op nummer 25, jullie woont op nummer 23. En als ik lees wat je zussen geschreven hebben, toen dachten jullie dachten dat de familie Pressers dat die fout was. Nou, met name Hanna dacht dat. Niet dat wij zo. Maar Hanna was daar veel meer mee bezig. En daar hebben we nu over gemaild en ze zei, daar heeft natuurlijk groot gelijk in, je kunt dat helemaal niet goed beoordelen. Je kunt niet, als iemand bijvoorbeeld Duits spreekt, wil dat natuurlijk helemaal niet zeggen dat dat een slecht mens is. Toen, hè. Want jouw vader was leraar Duits, jouw moeder was Duits, hè? En toen in de oorlog moesten ze een verklaring tekenen. En dat hebben ze dus, de leraren hebben dat niet gedaan, maar mijn vader was op Ignatius Gymnasium, dus de jezuïten die moesten dat wel tekenen. Dus die hebben wel de aangeverklaring getekend. Ja. Maar toen werden dus de leraren allemaal ontslagen. Die hebben dus, en mijn vader, omdat hij leraar Duits was, die moest zich melden bij in de Terpenstraat, waar dus het... Maar dus de SD zat en die moest dus vertalen Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. En dat heeft hij dus niet gedaan. Dus die heeft ook boven de badkamer, waar die twee kasten namelijk bij elkaar kwamen, daarboven was een holle ruimte en daar heeft hij ook ondergedoken gezeten. Ja. Precies hetzelfde als op nummer 25. Maar ik kreeg laatst een mailtje van Hanna en toen ging het dus over jullie familie, en toen zei ze ook, ze zei, als kind denk je, heel makkelijk is zwart-wit. Ja. En dat achteraf gezien hadden wij dat niet moeten doen. Ja, maar ja, kijk, het was... Ik bedoel niet dat we ooit iets slechts hebben gedaan of zo. Het was natuurlijk heel anders. Mijn moeder, die kwam uit in 1939, trouwde ze met mijn vader en die kwam dus uit Duitsland, uit Kleef, dat is het grensgebied, kwam ze naar Nederland. Ja. En wij woonden dus in 1939 in de Roerstraat. En mijn moeder ging dus in het begin van de oorlog ging ze boodschappen doen in de Maasstraat en daar in de buurt. Maar dan werd ze niet geholpen, want ze sprak Duits. Dus, en toen zijn de collega's van mijn vader, dus die zei, kom maar naar Amstelveen. Want dat was toen een Finex-wijk wij kennen haar en daar gebeurde dus niks. Maar dat was, en ik heb dus in de, wat jij dus als Frans gesproken hebt, heb ik dus in de, met mijn moeder, ja, die sprak geen Nederlands, die sprak Duits, dus die kwam op de kleuterschool en ik sprak Duits met ik, en dan. Ik ben maar nooit meer gepest of andere dingen mee gedaan, behalve mijn vriendjes die ik mee naar huis nam, die zegt, maak je moeder eens paard, want dan ging ze in het Duits, ging ze dus... Ja. En dat was... Ja, en nee, ik heb ook een hele fijne, prettige jeugd gehad. En jouw vader was dus in zijn eigen huis ondergedoken? Ja, en omdat mijn moeder Duits was, als er dus mensen aan de deur kwamen, dan zei zij... Het was mooi dat een Duitse vrouw, ja. Dus ze kon ze altijd heel goed kon ze tegen de soldaten die zijn vader zochten, zeggen dat ze er niet door. De soldaten, die Duitse soldaten die. Hij is er niet. Dat was een groot voordeel. Ja, zo'n mooie Duitse vrouw. Ja, daar kun je daar dingen voor doen. Ja, nou, maar ik heb nog een heel leuk verhaal. Want dit is echt de reden waarom het is allemaal helemaal niet leuk, maar het verhaal is wel leuk.
wij hadden aan de andere kant buren, meneer en mevrouw Johansen. En die konden geen kinderen krijgen. Aardige mensen. En op een nacht is daar een vondelingetje neergelegd. En gewoon een vondelingetje. En er gebeurde toch al niet zoveel leuke dingen in de oorlog. Dit was natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Het heeft ook nog in het Antwerpse suffertje gestaan. Iets van, bij de familie Johansen is een vondelingetje gelegd. En dat vondelingetje was dus een heel klein babytje. En dat zit nu daar als een hele oude man. En wij hebben hem alle drie, want hij was jonger. Hij ging 11 jaar jonger dan ik. We hebben alle drie hem gewiegd en vastgehouden. Een schattig babytje. De familie Johansen was ook ontzettend gelukkig met hem. En wat ik zelf, maar een heel klein verhaaltje, maar ik vind het ontzettend ontroerend. Meneer Johansen heette Bernard. En zij hebben dat jongetje Benny genoemd. Dat moest toch een naam bedenken. En uiteindelijk, na de oorlog, heeft zijn moeder hem teruggevonden. En toen zei mevrouw Johansen dus, ja, we hebben hem Benny genoemd. En toen zei zij, hij heet Benjamin. Zullen we Benjamin even aan het woord? Ja, heel graag. Ja, ik vind het wel heel erg leuk dat je het hebt over het schattige babytje. Met name ook jouw zus, Hanna, daar correspondeer ik nu ook mee. Die ziet mij ook nog steeds als dat kleine schattige babytje. Ik ben nu inmiddels ietsjes ouder, bijna 82 jaar ouder. En nou ja, moet ik zeggen, mijn geschiedenis eigenlijk in Amsterdam. Ik ben te vondeling gelegd. Ik dacht altijd, voordat ik Stan heb ontmoet en die mij allerlei nieuwe details verteld heeft, hoe het allemaal eens gegaan is eigenlijk. Ik dacht altijd dat ik als een soort Mozes in een biezen mandje gewoon neergelegd was daar in Amsterdam. Het schijnt een koffertje geweest te zijn. En mijn ouders die waren ondergedoken in Arnhem. En op het onderuitduikadres ben ik geboren in Arnhem. Daar konden ze niet zo'n schreeuwende baby eigenlijk hebben. Dus ik ben getransporteerd naar Amsterdam. Hoe dat nou precies allemaal gegaan is, dat is een beetje gissen. Dat weet ik niet helemaal precies. Ik heb allerlei verhalen gehoord, ook van jouw zus, Hanna. Dat ze dacht van dat jouw moeder waarschijnlijk, ook omdat ze lerares geweest is in Arnhem, dat misschien een van haar leerlingen dat misschien doorgegeven heeft, dat weet ik gewoon niet. Ik ben in ieder geval in Amsterdam terechtgekomen bij de familie Johansen. En wat je al zei, dat was een kinderloos echtpaar. En die hebben mij als een soort godsgeschenk hebben ze mij ontvangen daar. Ik heb geen geboortekaartjes daarvan, maar wel het Amsterdamse suffertje. Daar is dus wel melding gemaakt van een vondeling te Amsterdam. En de originele blaadjes, die heb ik nog wel steeds. Mevrouw Jo, tante Miep, die heeft er nooit zoveel over gepraat. Wel over, ja, ik was haar Benny eigenlijk. En ja, dat zei ze dus ook altijd, zelfs waar mijn vrienden bij waren en ik al een beetje in puberleeftijd was, dat ik het verschrikkelijk vond dat ze mij Bennemannetje noemde en zo. Maar zij is altijd mijn moeder geweest. En eigenlijk ook voor mijn kinderen is zij altijd de liefste oma geweest. Ik heb in tegenstelling tot heel veel, ja, honderdduizenden Joodse kinderen die vervolgd zijn geworden, die moesten onderduiken, die zijn opgepakt en vermoord in Duitse gevangenenkampen. Heb ik eigenlijk een hele mooie jeugd gehad. Want, ja god, hoe oud was ik? 3 jaar of zo toen de oorlog afgelopen was. Ik heb het allemaal niet zo heel direct meegemaakt, maar ik ben heel liefdevol opgevoed. En eigenlijk
is het feit dat ik daar terecht ben gekomen, jouw vader geweest en ook jouw moeder beschermen, want die wist dat gewoon. Ja, mijn moeder heeft het geschreven. En daardoor ben ik ook zo goed terecht gekomen en daar ben ik zo heel erg dankbaar voor. En het is dan toch wel aardig goed gekomen met mij. Het is ook ontzettend fijn. Wat ik wel weet van de oorlog in ieder geval, en dat is dan van de familie. Mijn vader was tandarts, die woonde op de Handweg 55 in Amsterdam. En dat was vlakbij de pool. En wat ik dan nog weet van het begin van de oorlog, ten eerste het huis vond hij prachtig. Want er was een balkon bij en dan kon hij de menigte toespreken vanaf het balkon. Dat vond hij heel mooi. Maar van het begin van de oorlog, dat Schiphol gebombardeerd werd, daar weet ik van overlevering van mijn zusters. Dat ze dachten dat het feest was en dat er een vuurwerk was. Dus ze waren allemaal naar het balkon gelopen om te kijken wat er allemaal gebeurde. En toen werd er dus heel hard gezegd van jongens, kom binnen alsjeblieft, want het is oorlog. Dat deed ik in ieder geval wel. Maar de oorlog zelf heb ik dus nooit zo meegemaakt, dus ik kan ook niet dit soort verhalen vertellen. Wat ik wel weet is dat mijn familie ondergedoken is geweest. Ik heb zussen gehad die in Oldenbroek ondergedoken zijn geweest, in Varsseveld. En een zus van mij in Rotterdam. Dolf heeft in Amstelveen ondergedoken gezeten, volgens mij. Mijn vader trouwens, om nog even terug te komen erop. Mijn vader is op het onderduikadres in Arnhem overleden. Hij is ziek geworden, kon geen arts krijgen eigenlijk en is daar ook gestorven. Ze hebben hem, wat ik gehoord heb, onder de keukenvloer begraven, omdat mocht niet op een andere manier. En mijn broer Dolf, die is opgepakt in het laatste jaar, een beetje van de oorlog. En die is in Mauthausen omgekomen. Dus, mijn zussen, die waren behoorlijk getraumatiseerd na hun onderduik, want die hebben het niet zo prettig gehad. En één zus is naar Israël gegaan, is daar getrouwd ook. Heeft in het leger gezeten in Israël, maar die heeft in een bus gezeten van Haifa naar Elat. En die bus is beschoten toen. En zij is er als enige levende eruit gekomen door onder de lijken te kruipen. En daarna is ze naar Nederland teruggekomen omdat ze daar zo getraumatiseerd van was. En nou ja, in ieder geval. Maud was dat en Maud was een prachtige meid. Ze is in verpleging gegaan. Ze is er helemaal overheen gekomen in ieder geval. En ze heeft de oorlog ook behoorlijk overleefd. Goed, en met mij is het allemaal goed gekomen. Ja, dat is ontzettend fijn. Want ja. Je hoort van zoveel nieuwe mensen en kinderen dat het niet goed is gekomen. En het is ontzettend fijn om dat nou in te horen. Ja. Wel goed is gekomen. Maar daarom liggen ze bij de Handweg 55, dus twee stompersteinen, één voor jouw vader en één voor jouw broer. Twee stompersteinen blijkbaar. Oh ja, ja, die zijn, ja, dat zijn op de Handweg. En waarschijnlijk staan die daarop afgebeeld. Dit zijn de stompersteinen van vader Benjamin Gazan en van Adolf, heette die, Adolf Gazan. En die stompersteinen, daar ben ik ook bij geweest en ook mijn zusje Els is erbij geweest. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ik dacht dat de bewoners van Handweg 55 zijn hier ook. Nou, je zou er even voor komen, maar goed. Okay. Ik zou wel willen weten of er mensen zijn die iets willen vragen aan mij, wat ik kunnen we dus vragen aan? Aan Piet, aan Ben of aan Mirjam? Ben, niet allemaal tegelijk. Heel moedig. Ben, maakt iets aan. Jij bent toch. Ik ga even naar deze mevrouw. Ja, dat ja.
Ik had begrepen dat uw vader ook een vriend was met Pieter Winter. Dat zij samen een concert genomen gedaan hebben. En ik, ja. Ik vroeg me af dat u die nog herkende. Ja, ik heb een aantal namen gehad. Ten eerste, dus Johansen. Ik ben ook gedoopt, protestants gedoopt bij de familie Johansen. Mijn pleegvader Ben Johansen, Willem Bernhard. Daar ben ik naar vernoemd en zo staat ook in mijn paspoort Willem Bernhard. En mijn echte vader heette Benjamin. Dus die naam is gewoon gebleven eigenlijk. Ik ben toen mijn pleegvader overleed in 1947, ben ik naar vrienden van hem overgeplaatst, omdat de familie van tante Miep eigenlijk vond dat zij niet sterk genoeg was om mij op te voeden. En dat heeft het mens verschrikkelijk gevonden. Ik ben toen bij de familie Vos gekomen. Toen kreeg ik de naam Vos en toen heette ik ineens Bernhard, Maria of Ben, Bernhard, Maria of zo, Vos en ik werd katholiek genoemd. Dus dat is maar jullie kennen mij dus inderdaad als Benny Vos toen, ja. En pas op mijn 12e geloof ik. Toen is mijn eigen moeder weer in beeld gekomen en toen via de kinderbescherming en dergelijke ben ik toen de naam Gezang gaan voeren. En ik heb op school gezeten bij jouw vader, bij vader Bresser op het Ignatius College. En daar heette ik Benny Gezang. Of Gassie noemden ze me eigenlijk toen. Oh ja, wat die drie geboortedata betreft trouwens, 5, 6 of 7 december. Ze hebben maar moeten schatten hoe oud of ik was toen ik bij de familie Johans kwam. En tante Miep die hield bij hoge belaag vol dat ik de 6e december geboren was. Volgens de burgerlijke stand ben ik geregistreerd op 7 december. En mijn moeder heeft op latere leeftijd, mijn echte moeder, heeft gezegd dat jij bent op Sinterklaasavond op 5 december geboren. Maar mijn moeder was toen al een beetje demonterende, dus ik weet bij God nu niet meer wat ik aan was. Maar ik had niet. Het was een beetje het antwoord erop. Mirjam, ik heb nog wel een vraag voor jou. Kun je nog iets meer vertellen hoe het met je moeder is gegaan?
Ja, mijn moeder die had als kind al slechte nieren. En daar had ze een pil, een medicijn voor, tegen. En wij wisten het niet eens. Met dat medicijn ging het allemaal helemaal prima. Maar ja, een van de eerste maatregelen van de moffen was dat Joden geen recht hadden op Duitse merkgoederen. En die pil die kwam uit Duitsland. En toen, en zeker in de oorlog, had je niet voor iedere ziekte misschien 6 verschillende pillen. Nee, je had die ene pil en die kreeg ze niet. Dus tegen de tijd dat ze ontsterkt was, omdat ze ineens niet zo helemaal Joods was, toen was het eigenlijk al te laat, dus ze werd steeds zieker. En toen is ze uiteindelijk eind 1944 verdwenen naar het Prinsengracht, of opgenomen in het Prinsengracht ziekenhuis. En toen zijn Hanna en Alexandra die zijn gaan wonen bij de familie Mertens, die woonde ergens, een beetje beneden, ergens. Een vrienden van ons. Die hadden 2 dochters die net zo oud waren als Hanna en Alexandra. En wij hadden 3 onderduikers in huis. En mijn vader moest toen naar zijn werk. Hij was ontslagen toen mijn moeder Joods was, maar toen ze niet meer Joods was, mocht hij weer komen werken. Zo ging dat toen. En die kon moeilijk zijn. Op het begin had hij geld heel lang nodig, maar hij kon ook, want dat kostte al ontzettend veel geld. Dat ontsterren en dat mensen in dienst nemen die daar mooie dingen voor je deden. En al het eten wat hij van had vandaan moest over voor alle mensen die hij had laten onderduiken. En bovendien kon je ook niet zeggen, kom maar niet werken, want ik heb onderduikers. En ik zat als enige op de middelbare school, zij later nog op de lagere school. En die was toch bijna niks meer in Amsterdam. Dus ik was thuis, want je kon ook niet tegen de onderduikers zeggen als ze gebeld worden, doe je wel even open. Nee, dat was ook een beetje moeilijk. En toen ging ik op een dag, ik had nog een halve broodbol, ging ik kijken of ik brood kon bemachtigen. En dat mislukte, er was geen brood. En toen ik terugliep en ik de hoek omdraaide naar de Rodenburglaan, zag ik 3 of 4 enorme overvalauto's vol de deur staan. 1 groene en 2 of 3 zwarte. Nou ja, dan weet je natuurlijk inmiddels best wel dat het foute boel is. En het gekke is, ik had natuurlijk een sleutel, dus ik deed de deur open. En op datzelfde moment, dat soort huis in een halletje, een gang, een keuken en een deur naar de tuin. En dan is het achterpad. En op het moment dat ik het halletje inliep, kwam Hanna uit de keuken en in de gang, dus tussen ons in, stonden allemaal moffen en politieagenten. Ontzettend raar. En die begonnen te schreeuwen tegen mij, was nachtstoel hier. Ik zei, ik woon hier. Dat was ook echt zo. Nou, Hanna en ik werden onmiddellijk opgesloten in de woonkamer. En toen vertelde Hanna mij dat zij stond met tante Kitty, een van de onderduikmevrouwen, in de keuken af te wassen. En toen werd er heel hard gebeld. En gelukkig zag ze door het raampje van de voordeur vanuit de keuken een stuk jas met een hakenkruis. En dus ze heeft het niet opengedaan. En heeft tante Kitty onmiddellijk naar boven gestuurd en gezegd, neem oom Frits en Ann, dat waren de andere 2 onderduikers, mee en in de schuilplaats op zolder. Ik doe wel alsof ik het allemaal niet gemerkt heb. En toen zijn die moffen, die zijn achterom gelopen, die zijn via de tuin. En toen moest zij de keukendeur open doen. En dat ging allemaal tegelijk en toen stond daar dus met z'n allen in die hal. En wij opgesloten en toen gingen ze het huis doorzoeken. En wij waren natuurlijk ontzettend bang dat ze de onderduikers zouden vinden. En mijn vader had een heel klein, echt een lullig onderduik, een schuilplekje gemaakt. Met het idee, daar had hij een doos in gestopt, een kistje met een fles sterke drank en een doos sigaren. En een boek met een helemaal uitgesneden met een klein zendertje erin, wat veel mensen hadden. En ze moest je radio inleveren. Met het idee als er in ieder geval komt en als ze gaan zoeken, dan vinden ze dat en dan zijn ze misschien tevreden. En op een gegeven moment hoorden we vreselijk gejoel en toen kwamen ze de kamer binnen en ze hadden het inderdaad gevonden. Maar toen zei ze, en dat was echt een heel raar moment, we zoeken je vader. Ze zochten helemaal geen... Wij dachten dat ze onderduikers zochten, hadden we niet bedacht dat ze hun vader zouden zoeken. Dus ze zochten mijn vader, die was er helemaal niet.
En toen zeiden ze, ja, en we weten dat je moeder in een ziekenhuis in Amsterdam ligt, maar we weten niet welk ziekenhuis. En ik denk gewoon dat ik de oudste was en inmiddels Duits sprak, want dat was natuurlijk verplichte kosten in de oorlog op school. Hier is een papiertje met alle nummers van de ziekenhuizen en die ga jij nu bellen, want wij hadden dus nog steeds telefoon vanwege de brandweer. Die ga jij nu bellen, want misschien is je vader al bij je moeder. Want we zoeken je vader. En ik wist natuurlijk best wel, mijn moeder lag in het Prinsengracht ziekenhuis, wat nu niet meer bestaat. En nou ja, we hadden een telefoon en die hing hoog aan de muur. En die hebben ze eraf, ik kon er helemaal niet eens bij, ze hebben ze eraf gehaakt voor mij. En ik moet je voorstellen, ik stond dus zo met die telefoon en dat papiertje en hier stond een mof met een pistool in mijn andere oor. Ik weet echt niet of ik ooit geschoten zou hebben, dan had ik daar dood op de grond gelegen. Was hij ook niet veel verder gekomen, maar het is toch niet helemaal gewoon de gang van zaken. Ik was verschrikkelijk bang. Tuurlijk was ik bang. En ik dacht, nou ja, dat ziekenhuis, je wil tijd winnen, dat zal ik wel als laatste nemen. En het merkwaardige is, ik kwam dus als allerlaatste bij het Prinsengracht ziekenhuis. En ik kreeg een verpleegster aan de lijn. En je gelooft het of je gelooft het niet, maar ze zei, ja, hij gaat net weg, ik roep hem even. Het was toch een kans van 1 op de miljoen dat hij op dat moment daar zou zijn. Maar hij was daar en hij kwam er. Ik wou nog zeggen niet doen, maar ze was al weg en mijn vader kwam aan de telefoon. En ik heb een theorie, ik kan hem niet bewijzen, maar ik geloof er zelf heilig in. Ik denk als je heel erg gespannen bent, of heel erg bang, maar dat komt een beetje op hetzelfde neer, denk ik, dat je dan iets doet wat je helemaal niet van tevoren had bedacht dat je dat zou doen. En het kan natuurlijk precies goed uitpakken, het kan ook precies fout uitpakken. Maar nee, het pakte precies goed uit, want ik heb al verteld dat wij altijd Frans spraken, maar vanaf de eerste dag van de oorlog mocht dat niet meer, want je mocht helemaal niks doen om op te vallen. Dus ik had al 4 jaar geen Frans gesproken, bijna 4 jaar. En ik zei ineens, rentre pas à la maison, kom niet thuis, in het Frans. En ik had het echt niet van tevoren bedacht, want ik had helemaal niet eens bedacht dat ik mijn vader aan de lijn zou krijgen. En mijn vader vertelde natuurlijk later dat hij dacht, oh jee, daar is iets goed mis. Want waarom belt ze me op, vindt ze me en zegt ze in het Frans dat ik niet thuis moet komen. En ik wou maar eigenlijk verschrikkelijk, ik wou alleen maar naar huis, maar ik dacht, dat ga ik niet doen, want dan maak ik het alleen maar nog veel erger. En toen heeft hij O'Arie gebeld en ze zijn allebei meteen ondergedoken tot het einde van de oorlog. En hij heeft Oom Henk niet kunnen bereiken en die is inderdaad gepakt en gefusilleerd. Soms denk ik dat ik in een soort Winnetou-verhaal beland ben, een Indianenverhaal. Maar het was natuurlijk bloedige ernst. En nou, toen zijn Hanna gingen ze weer zoeken, want ze waren heel tevreden. Ze hadden dus niet begrepen dat ik mijn vader gesproken had. En toen ze hebben niks gevonden en toen hebben ze iets gedaan wat je, denk ik, alleen maar, als je je zin niet krijgt, word je heel lelijk. Ze kwamen ons halen we zaten nog steeds opgesloten, ze kwamen ons halen en ze namen ons mee naar de keuken. En ze hadden onze schildpadden gevonden, die deden hun winterslaap in een kistje met hooi in de kelder. En toen hebben ze Hanna en mij gedwongen om te kijken hoe ze die schildpadden in pannen met kokend water hebben gegooid om soep te maken. Het wordt helemaal geen soep, het wordt beesten die pijn hebben doodgaan. En het was alleen maar rottigheid, gewoon pesterij. Ja, dat was het. En het gekke is dat ik jaren later, we hebben het er nooit over gehad, en jaren later was Hanna in Nederland. En toen hadden we het wel over, en toen bleek, want wij moesten dus naast elkaar staan in die keuken en kijken. En dat we allebei los van elkaar, en ook niet eens hebben gemerkt van elkaar, we bleven dus kijken, maar we moesten natuurlijk allebei heel erg huilen. Maar we hadden al gezegd, ja, dat gunnen we jullie toch niet, dus we keken zo. De hele tijd hebben we zo gestaan. En ik vind het nog steeds eigenlijk heel fantastisch. Heel bijzonder. Maar goed, schildpadden waren dood en ze zijn vertrokken, want ze hebben niks gevonden.
En inmiddels wist de hele buurt dat er bij ons van alles aan de hand was. En toen is het verzet gekomen en die hebben de mensen uit de schuilplaats gehaald. Op andere adressen ondergebracht. Die hebben toch alle drie overleefd. Toen hebben ze tegen mij gezegd, nou, we zijn helemaal niet zo bang dat ze jou iets gaan doen. Maar we zijn wel bang dat ze gaan proberen je vader te zoeken via jou. Dat is een soort contact tussen jullie. Dus jij moest ook maar even een tijdje even je verstoppen. En toen heb ik onder andere ben ik geweest bij meneer Boersen van het Boersenpark. Ben ik in huis geweest. Weet je, alle aardige mensen hadden al iemand. En met niet aardige mensen, ja, dan ga je naartoe. Dus ik heb ontzettend gezworen. Ik heb gewoon wel op 8 of 9 adressen de laatste paar maanden. En toen was ik ergens en toen kwam iemand van het verzet die ik kende en die zei, je moeder is dood en je moet morgenochtend om 9:30 op het Prinsengracht ziekenhuis zijn. En dan komt je vader ook en je zusjes komen ook en tante Emmy komt ook. Tante Emmy was, ik weet niet of sommigen van jullie de naam kennen, Emmy Andriessen, een hele bekende fotografe geweest. En zij was ook Joodse, ze was een van de eerste mensen die door mijn vader ontsterkt is. En ze kenden elkaar, wij hebben naar tante Emmy. En je had geleerd om, als je iets niet begreep, om het vooral niet te vragen. Wat je niet wist was het beste. Maar waarom tante Emmy daar zou zijn, ik begreep er niks van. Dus ik ging naar het Prinsengracht ziekenhuis. En daar stond mijn vader buiten met een fiets, met een karretje erachter. Alles natuurlijk zonder banden, want die had je moeten inleveren. En mijn zusjes Hanna en Alexandra en tante Emmy met een weekendtas. En mijn vader en Hanna, Alexandra en ik gingen naar binnen, naar het mortuarium, naar beneden. En daar lag mijn moeder, dat is nu niks bijzonders, ze lag in een kartonnen doos. Nu is dat hip en mag dat, maar dat was natuurlijk in de oorlog, was het gewoon omdat er geen hout was, een beetje hout wat er was, ging in de noodkacheltjes. En ze was heel klein, zoals ik al vertelde, dus wij dachten echt alle drie dat ze pop was. Maar ze was helemaal geen pop, ze was onze moeder en we hebben het deksel op de doos gedaan, de doos naar boven gedragen en achter op dat karretje gezet met een lapje erop. En zij gaan lopen. Mijn vader stuurde en wij. En het was winter, hè? Het was februari 1945 en de straten waren keihard bevroren, spiegelglad. En wij moesten die doos vasthouden, die gleed van dat karretje af. En we hadden het ontzettend koud, we hadden honger. We moesten huilen, want onze moeder was dood. Maar we hadden nog een ander probleem, zoals iedereen. Je kon ook op de bont geen schoenen mee krijgen. Dus al die vaders, die hadden gewoon de bovenkant van de schoenen afgesneden, zodat je tenen plek hadden. Maar ja, die tenen werden wel ontstellend koud. Dus het was een rare tocht. En mensen werden helemaal niet meer begraven, want wie niet dood was, had toch niet de kracht om een graf te graven in die hartbevroren grond. Lijken werden opgestapeld in de, onder andere in de Zuiderkerk en in de Nieuwe Kerk. Met het idee, als het straks gaat dooien, zien we weer verder. Maar mijn vader zou niet mijn vader zijn geweest als hij dat had geaccepteerd voor mijn moeder. Dus die vond dat mijn moeder begraven moest worden. En die had die aardige mannen, die ook al het schuilplaatsen maakten, bereid gevonden om een begin te maken. Een graf, God beter, het helemaal in zorgvliet. Nou, dat is in de prettigste tijden. De situatie is dat vanaf de Prinsengracht al een behoorlijk aan het lopen, maar dat was een rare tocht. We zijn wel uiteindelijk aangekomen en daar hadden ze inderdaad een begin gemaakt en wij hebben het afgegraven. En net diep genoeg en de doos erin en de boer helemaal weer dichtgooien. En dat was dat. Wat zat er in die weekendtas? Ja, daar kom ik aan. Oh. Wij begrepen nog steeds niet waarom tante Emmy al die tijd met die tas achter ons liep. En na de oorlog heb ik aan mijn vader gevraagd, waarom was ze er? En toen had mijn vader zo'n raar verhaal en hij was een fantast, dus ik dacht, nou, dat heeft hij bedacht. En toen ben ik naar oom Dick gegaan, dat was haar man, zij was inmiddels dood. En ik zei, oom Dick, wat was dat voor onzin, waarom liep ze mee? En toen vertelde hij, je had in de oorlog had je de verborgen camera. Er was een groep fotografen en die hadden zich tot doel gesteld om Amsterdam te fotograferen. Razzia's, mensen die van de honger dood vielen, bomen die omgezaagd werden om het hout te gebruiken. Zo was de stad in de oorlog, om dat na de oorlog te kunnen laten zien.
Maar dat mocht niet van de moffen. Dus die hadden. Ze waren misschien nog andere mogelijkheden ook, maar heel veel hadden een tas. En dan hadden ze in de zijkant een gat gemaakt en er stak de lens doorheen. Dus de camera zat in de tas. En als je je hand in de tas deed en je drukte af, dan had je een foto. En zij. Mijn vader was bij haar gekomen, die had gezegd: ik heb jou geholpen hè, door je te ontsterren. En nu wil ik dat je mij helpt. Ik ga met mijn kinderen Pola begraven en ik geef jou een pistool. Ik word gezocht en als ik word aangehouden, dan wil ik dat je mij doodschiet. Want ik ben ontzettend bang dat ik gemarteld word en doorsla. Dat wil ik niet, want ik weet veel te veel. Nou, oké, hij is. Je moet je afvragen hoe dat gegaan zou zijn. Om te beginnen had zij nog nooit een pistool vastgehouden, dus ze had maar meteen raak moeten schieten. En wat was er met haar gebeurd? Wat was er met ons? De enige voor wie het geen kwaad kon was mijn moeder, die was al dood. Maar de rest, hij is niet aangehouden, dus geen idee wat er gebeurt. Maar ik vertel het omdat het aantoont hoe ontzettend doorgedraaid en wanhopig mensen tegen het eind van de oorlog waren. Dat ze echt onverantwoorde dingen deden, omdat ze niet meer helemaal normaal konden denken. En dit is, vind ik daar, een heel overtuigend voorbeeld van. En het is allemaal goed afgelopen. Dus het heeft gelukkig niet gespeeld. Zullen we nog een paar vragen stellen of zo? Want we lopen een beetje tegen. Goed te vragen. Nou, daar kan ik niet bij. Maar ik kan hem wel. Ja, maar ik moet heel goed vragen. Mevrouw Mirjam, ik heb één vraag. Ik heb het een en ander gelezen in een ander verband. Ik kom zelf niet uit de streek. Maar ik heb het een en ander gelezen over oorlog en verzet in Bovenkerk en Amstelveen. Ook over uw vader gelezen. Het verbaasde mij. Nee, mevrouw, verstaat u niet goed? Oh, dat is het. Ik kan ook harder praten als u dat prettig vindt. Zo gaat het goed? Oké. Okay. Ik heb één vraag. Ik hoorde dat Elsrijk, daar woonden veel Duitse militairen. Dat was dus heel moeilijk voor mensen die onderduikers hadden en voor mensen die in het verzet zaten. Begrijpt hij niet. Een ander probleem is met uw vader. Hij was nog steeds in gemeentedienst tijdens de oorlog. Heb ik dat goed begrepen? Ja, hij is ontslagen omdat hij een Joodse vrouw had. Ja. Maar toen die vrouw ineens niet Joods was, heb ik niet teruggekomen. Maar hoe ging zijn contact dan met die NSB-burgemeester Westendorf? Alleen van Slijm. Ja. Want eigenlijk zat in klem. Hij zat in de wijkklem met Duitse militairen. Ja, maar als je maar genoeg vertelt dat je misschien wel een beetje erg vindt wat er allemaal gebeurt, maar dat je het ook wel een beetje begrijpt, want er zijn zoveel Joodse mensen en Nederlanders. En misschien was het allemaal, dat zou wel prachtig worden als Hitler het zou lukken. Maar hij kon ontzettend goed toneel spelen. Ik denk ook nog eigenlijk best wel veel plezier. Maar hij vond die man niet heel veel last gehad. Dus. Nee. Hij was gewoon een verkeerde man, maar hij heeft niet speciaal last van gehad. Oké, dat wilde ik even. Ja. Ik heb begrepen dat Wester dat niet heel verkeerd was. Nee, dat had ik ook begrepen. Ja. Ik was tegen toen ik begon met 14 toen het afgelopen was. En ik heb met burgemeester niet zo erg bezig gehad. Ik wil me voorstellen. Zijn er nog andere vragen? Ja. Eerste vraag. Ja. We vertelden net over februari 1945. Toen was ik op het bombardement op de Charlotte van Montezemaan. Heeft u daar iets van meegemaakt? Ja, zeker. Oh, het bombardement op de Charlotte van Montezemaan. Dat waren twee gezinnen en net met jongens en meisjes. Mij kenden. En als ik me goed herinner, zijn er alles omgekomen en hebben de kinderen overleefd. Want de bom is, zeg maar, juist wel op de voorkant of juist wel op de achterkant gevallen. En op de kant waar de ouders sliepen in ieder geval. En dat was, ja, dat was nou, gewoon een schrik. Wij kenden die. We waren niet bevriend, maar we kenden elkaar wel. En ieder bombardement met allemaal slachtoffers, dat is altijd zeker vreselijk. Oké, dan. Nog andere vragen? Ik heb één vraag en dan gaan we het een beetje afronden. Ja. Er was trouwens één overlevende van het bombardement, Welcome Trier. Die woont hier nog, geloof ik, in 95. Oh ja? Ja.
Ik had even een andere vraag. Uw vader was bevriend met onder andere Harry Roem. Ja. Ja, en wij organiseerden hier met onze werkgroep Historisch Elsrijk historische wandeltochten voor de scholen. Onder andere Piet Heijnschool en de scholen hier in de buurt. En een van de hotspots is onder andere ook de Rode Burglaan. Maar er is nog een andere hotspot, is namelijk het huis van Harry Romp. Die stond toch hier op de hoek van de Keizerskaalweg en de Graaf Albrechtlaan met een grote nazi-vlag in de tuin. De kinderen vinden dat heel spannend, want hij was een soort dubbelspion of zo. Hè? Weet u daar wel, misschien nee, niet van? Ik ben tegen Hitler en ik ben tegen alle moffen en ik zit in het verzet. Dat kon je niet doen. En als je dan maar een beetje deed alsof je het allemaal wel bijzonder vond en mooi vond. Het was een soort alsof je een stukje toneel spelen om te kunnen doen wat je wou doen. En de kunst is natuurlijk om het niet zo te overdrijven dat niemand erin trapt. En het net goed te doen. En ze hebben, hij heette officieel Harry, maar ik noemde hem omhek, ik weet niet waarom. Maar goed, hij heeft het niet gered. En de andere twee wel. En dat geldt natuurlijk voor heel veel. Ik zit hier echt niet te doen alsof die drie de enige waren die goed werk hebben verricht in de oorlog. Godzijdank waren er heel veel mensen die dat gedaan hebben. Ja. Goed, ik vind het eigenlijk een beetje jammer, maar moet ik denk ik toch een beetje gaan afronden. Want we hebben het ook al veel gehoord en eigenlijk ja, ik dacht van tevoren zal ik een hele lijst met vragen maken, maar ik geloof dat het niet nodig was. Een paar vragen en het verhaal van u. Van jou kwam gewoon vanzelf. Mijn kinderen zeggen altijd, je prikt erin en er komt wat uit. Ja, nee, kijk, toen we dat boek maakten, hebben we eigenlijk veel meer met je zus in Jeruzalem geconstateerd. En dan kregen we van jou een mailtje. Ik ben het met Hanna eens. En pas later kwam ik je tegen toen we het gingen uitleggen. Ja, dat komt, want Hanna, die heeft toen op de computer heeft ze iets gedaan van jouw tekst en dan in de andere kleur die van haar, en dat was ook mijn tekst erbij. En daar ben ik helemaal niet zo handig in. Maar goed, het leuke is even misschien nog goed even nog te laten zien. Want er is ook wel een en ander geschreven over jouw familie. Dus dit is het boekje van Hanna, dat heet Over schildpadden en andere Joden. En wij begrijpen nu waar die titel vandaan komt. En je zus Alexandra. Die heeft een boek geschreven en het heet De Man van Tsinigolde. Ja, Tsinigolde was mijn overgrootmoeder. Dat is heel mooi. Het is voor een historisch geïnteresseerd iemand een beetje lastig, omdat ze sommige mensen, heeft ze andere namen. We hebben allemaal bestaan. Ja, meneer, het is een eerbetoon aan mijn vader. De Tsinigolde was mijn overgrootmoeder en is mijn moeder in het boek. En de man van is dus mijn vader. Ja, en dan is het ook interessant, en dat is ook eigenlijk heel boeiend, is er verschenen een stripboek over het leven van Jan van Hulst in het Engels. Dat is heel bijzonder. En het heet The Man from Amstelveen. Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Het is heel merkwaardig. Er was een vrouw ergens in Amerika en die was in een museum en daar lag het boek van Alexandra, de man van Tsinigolde. En dat heeft ze gelezen, er lag een boek van Hanna wat vertaald is in het Engels. Dat heeft ze gelezen, toen is ze met Hanna gaan corresponderen, toen heeft ze gezegd dat ze dat moest een stripboek worden en ze wist iemand die dat zou maken en of wij dat goed vonden. En dat vonden wij goed. En ik vind het niet echt een fantastisch boek. Nee, het is een beetje. En ik vind het ook een beetje. Het is een beetje. Het, ze
beetje geforceerd allemaal. Het is een beetje geforceerd. Dus, maar het is toch heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder. Het blijft dus heel bijzonder, ook al kan je er afdenken hoe je dat maar verwoord heeft en getekend heeft. En je moet echt goed zoeken, wil je een leuk plaatje tegenkomen, wat echt een beetje Amstelveens eruit ziet. Maar goed, het is wel grappig dat er gewoon over een iemand als Jan van Huls gewoon een boek, een stripboek gemaakt is. Oké, we gaan afsluiten. Maar ik wil graag nu het woord geven aan Hans, de voorzitter, Hans de Haas, de voorzitter van onze zelfstok, om het af te sluiten. U hebt het alles uit je hoofd. Ik heb er gewoon een papiertje bij nodig. Lieve mensen, wat een prachtige verhalen. Een speciale dank aan jou, u, mevrouw Mirjam. Ja, Mirjam. Benny met zijn prachtige verhaal. Mijn buurman Piet met een mooi verhaal. En ik wil heel veel dank ook uitspreken aan de historische groep onder leiding van Stan, Edu, ook even spieken, Arthur, Hans en Fokko, die het mogelijk maakten om het boek te maken en al deze verhalen naar boven te brengen. Prachtig verhaal van gewone mensen die deden onder moeilijke omstandigheden wat ze vonden dat ze moesten doen. En dat is er heel bijzonder aan. Ik begreep dat je vader was van eerbetoon, dat hij zelfs de prijs van Jan van Zem niet eens wilde aanvaarden. Dus dat zegt iets over je vader. Ja, dat hebben wij gedaan toen hij dood was. Precies. Alleen al hierom willen wij als bestuur van Stadsdorp het initiatief van groep Historisch Elsrijk ondersteunen. Want wij willen heel graag dat het Ruispark, en een rare naam, ja er is veel ruis omheen, maar waar het ruis vandaan komt weten we niet, willen we heel graag Jan van Hulst Park laten worden. Daar staan we heel lang. We steunen dit volmondig. We hopen dat iedereen. Er zijn overal petities die getekend kunnen worden. Hoeft niet als je het niet wil, maar wij juichen het heel erg toe. We denken dat hij het verdient. Nou, en ik wil je graag een cadeautje geven. En dat is een voorproefje van wat we hopen dat er gaat gebeuren. En ik hoop dat er heel veel van deze dingen komen hangen in ons park. Dankjewel voor je prachtige verhaal, Mirjam. Ja, het wordt steeds leuker. Ah, nou, Matthijs, wat spijt je ook niet zien. Jan van Hulst Park te gaan. Moet je graag vragen? Ja, tuurlijk.